Bijna kerst. Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag neem ik jullie gezellig weer mee naar de TK Maxx. Als je me een beetje volgt, dan weet je dat TK Maxx gewoon echt mijn favoriete winkel is. Ik hou van seizoenen, ik hou van het decoreren per seizoen. Gewoon mijn kamer, helemaal leuk. Ik hou van kerst. En dan met kerst naar TK Maxx is echt een groot feest. Voor ik verder ga met deze TK Maxx Shop With Me video, wil ik Burga heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. Nou ja, mocht je het niet kennen, Burga. Ik heb trouwens echt bijna... Eigenlijk, ik heb alleen maar hoesjes van Burga. Ik ben gek op Burga. Burga verkoopt namelijk gewoon kwalitatief goede telefoonhoesjes met echt mega goede, leuke printjes. Wat ik dus zo leuk vind en fijn aan Burga is dat ze hele leuke printjes hebben, maar dat het ook echt mega goed beschermt. Wat ik ook heel erg fijn vind is dat de knopjes gewoon heel erg goed nog in te drukken zijn. Het zit er gewoon allemaal heel goed omheen. En hier bij de camera zit het allemaal net wat hoger, waardoor je camera ook heel goed beschermt. En dat vind ik echt top. Ik heb dus dit printje uitgekozen. Deze vind ik echt heel erg mooi. Met gouden details. Mijn mobiel is ook goud. Dus dan vind ik het mooi als dat ook terugkomt in het... Ja, in het... hoe noem je dat? In de print. Kijk ook even hoe mooi dit binnenkomt. Dan heb ik dus ook nog deze. Ik vind deze dus ook heel erg mooi straks voor in de lente of in de zomer. Dit is dus dit printje. En dit is in de Elite variant van Burga. Ook weer met gouden details. Nog één. Deze een beetje marmeren look met goud. Ook echt prachtig. Burga verkoopt dus niet alleen goede telefoonhoesjes, maar ook laptophoesjes. Ik heb er trouwens nu ook nog één om van Burga. Zo, even de laptop erbij gepakt. Ik heb deze nu omheen. Ik heb deze denk ik al 2 jaar er nu omheen zitten. En deze matcht met het telefoonhoesje. Kijk hoe mooi. Dit is dan de voorkant, zeg maar. En dit is de onderkant, zodat die ook gewoon goed beschermd wordt. En dan heb ik als laatst nog een AirPod case. Die hebben ze dus ook gewoon. Nou ja, ik ben gewoon een hele grote fan van Burga. Ik heb al mijn telefoonhoesjes van Burga. Ik vind ze gewoon en heel erg mooi. En kwalitatief ook echt enorm goed. Dus, ik heb ook nog een hele leuke kortingscode voor jullie. Want met deze code krijg je 10 euro korting op je bestelling. Dat is namelijk de code FloorX 10 euro. Ik zal alles even in de beschrijving onder deze video zetten. De linkjes naar alle producten die ik heb gekregen van Burga. Maar ook de kortingscode. Dus ik wil Burga heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. En jullie moeten dit echt even proberen. Want deze hoesjes zijn echt top. Ik zweer erbij. Goed, laten we verder gaan met deze video. Ben jij benieuwd wat er dus op dit moment bij de TK Maxx te koop is? Het is eigenlijk een soort cash special. Want ik heb weer helemaal... Eigenlijk echt gewoon alles kerstig heb ik zitten uitzoeken daar. Dus heb je zin in deze cash special TK Maxx Shop With Me? Blijf dan zeker even kijken. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me echt heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Kwam bij de TK Maxx in Enschede, zag ik gelijk heel erg veel kerst. Echt heel erg leuk. Ik werd er helemaal enthousiast van. Maar veel was er eigenlijk of niet helemaal meer heel of niet compleet. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Maar ik zag dus ook deze kerstballen en die gouden vond ik zo schattig. Ook zag ik deze kerstboompjes en ik vond deze heel erg leuk. Vooral die andere die ik nu laat zien. Die wat gekleurdere. Echt heel erg schattig. En tegenwoordig zie je de trend van paddenstoelen ook heel erg terugkomen. Ik zag dus deze kerstballen, maar helaas is de eentje daarvan kapot of niet helemaal meer oké.
Dus dat is wel heel erg jammer. Mocht je de Tieke en Max niet kennen, het is eigenlijk een mega warenhuis. En daar ga je echt schat zoeken. Ik ben echt fan van de Tieke en Max. Je vindt altijd wel weer iets geks of grappigs of leuks. Maar je moet echt heel erg goed kijken. Dus in eerste instantie dacht ik ook toen ik er kwam van wow, wat is dit allemaal een troep en een bende. Maar je moet echt even de tijd nemen. En zo vind je soms leuke producten. En vaak is er maar één van op voorraad. Dus mocht je iets leuks zien, ik zou zeggen neem het gelijk mee. Want anders is het ook gewoon weg. Voor kerstcadeautjes zag ik dus ook heel veel gift sets. Echt niet normaal. Echt superveel. Zeker de moeite waard om eens bij de Tieke Max dus te kijken mocht je nog een kerstcadeautje zoeken. Maar ook vooral de tip om bij de spelletjes te kijken. Want er zitten echt heel erg veel leuke spelletjes bij. En net wat andere spelletjes die je dan gewoon in andere winkels ziet. Dus dat is wel heel leuk. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Zoals je net zag, zie je ook heel veel merken. Dus daar moet je echt even goed naar kijken. Zo zag ik heel veel W7, gift sets, mega leuk. Ik zag dit paletje van Dolce & Gabbana. En ik zag dus deze gift set van de Body Shop. En toen dacht ik echt, oh mijn god, wat zit hierin? Dus ik ben even gaan kijken. Ik heb het uiteraard gewoon weer teruggelegd daarna. En weer mooi ingepakt. Maar dit zat er dus in. Zeker de moeite waard. Want alles is dus net wat goedkoper dan de adviesprijs in de winkel. En dat staat ook altijd op de sticker vermeld. Dus je ziet de adviesprijs staan. En dus de prijs waarvoor zij het verkopen. Het is echt altijd goedkoper. Dus echt een tip. Kijk ik even bij de skincare en mijn oog viel eigenlijk gelijk op deze flacon. Ik ken het zelf niet, het is van het merk Elizabeth of zo. Maar er stond dus dat de adviesprijs €250 was en ze verkochten hem voor €18. En vervolgens zag ik hetzelfde flaconnetje, maar dan groter, later ook nog staan. En die was adviesprijs €350. Echt niet normaal, wat een korting. Ik weet dus niet wat het is, ik weet niet of het fijn is. Laat me zeker weten als jij het kent, maar ik zag het en het viel gewoon op. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. Zoals je misschien wel weet ben ik gek op geurkaarsen en van die geurstokjes. En ik zag dus deze seasonal geurstokjes. Merry Christmas en dan de mistletoe en toffee apple. Ik kon hem natuurlijk niet ruiken, maar het zag er echt mega leuk uit. En dit is ook echt leuk voor een cadeautje om te geven. Ik heb hem zelf laten staan, want ik heb het niet nodig. Maar oh, ik vind het zo leuk altijd om te zien. Niet alleen met kerst hebben ze dus al deze seasonal dingen, maar ook echt met de herfst, Halloween, lente, Pasen. Echt van alles hebben ze dan. Dus ja, ik vind het altijd leuk om met elk seizoen even te kijken in deze winkel. Vervolgens zag ik dus deze Winter Wonderland badschuim. Het zag er wel heel veelbelovend uit. Ik ging hem even ruiken, want ik was heel erg benieuwd naar de geur. Maar helaas viel hij echt heel erg tegen. En toen ik hem terug wou zetten, zag ik deze Batiste droog shampoo. Ook heel erg chill om te hebben. En hij was hier ook best nog wel goedkoop.
bij de make-up moet je altijd even kijken. Ik moet zeggen dat het er heel vaak echt een beetje viezig uitziet. Of het is al gebruikt. Maar ik zag dus deze L'Oreal palet. En die was dus afgestickerd. Dus die kon je ook niet openen. Dat ik echt top vind trouwens. Maar ik vond dit paletje zo mooi. Wederom niet nodig. Maar echt heel erg mooi. Ook voor de kerstdagen. Zelf heb ik nog een nieuwe toilettas nodig. Want voor mijn make-up is echt helemaal naar de galamiezen. Hier hadden ze wel heel veel leuke opties, maar ik heb er toch nog geen één meegenomen. Keek ik nog even bij de sieraden en ik zag deze kerstoorbellen en normaal vind ik ze echt heel hysterisch, maar deze vond ik zo leuk, alleen wederom weer incompleet, dus die andere oorbel is kapot, weet ik niet helemaal meer, ja heel, het mist een deel en dat vond ik echt heel erg jammer, maar er zaten ook zeker mooie bij die wel gewoon compleet waren, dus daar moet je gewoon goed naar zoeken. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Ze hadden ook echt zoveel cadeaulinten. Ik zag deze met die auto en die besneeuwde kerstbomen. Ik vond deze zo mooi. Ik was helemaal verliefd. Niet meegenomen, want wederom niet nodig. Maar ach, ik vond ze echt heel erg leuk. Ook zag ik dus dit. En dit vond ik echt zo leuk. Dit is een adventkalender, maar dan met boeken. Hoe schattig om voor te lezen voor een klein, ja, iemand. Maar echt heel erg leuk. En wederom hebben ze gewoon weer mega veel kerstinpakpapier, verpakkingen, cadeautasjes, doosjes. Zeker de moeite waard, want het zijn echt anders dan andere soorten. En die verpakkingen of die inpakpapieren, zeg maar, die zijn zo intens groot en zo veel en dik van papier. Echt een hele goede kwaliteit. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you. Jawel, jawel. Een kopse kant etalage vol met Yankee Candle kaarsen. Oh mijn god, kan het nog beter? Uiteraard heb ik weer heel erg veel zitten ruiken. Maar ik heb me zo erg moeten inhouden. Je wil niet weten hoeveel kaarsen ik inmiddels heb. Maar oh, dit is altijd zo'n feestje om bij de Tiki Max even bij die kaarsen te kijken. Het zijn altijd seizoenskaarsen. Met kerst alleen maar kerstkaarsen. In de herfst alleen maar herfstkaarsen. Zelfs met Pasen hebben ze kaarsen. Ik ben zelf heel erg fan van de Ray Dunn kaarsen en mokken ook. Ik vind Ray Dunn echt een geweldig merk. Dus daar zou ik zeker naar kijken.
Maar ik moet zeggen, je neus is aardig overprikkeld na al deze ruiksessies. Want sommige geuren zijn zo intens heftig. Maar echt heel erg leuk om te doen. Zag ik de mokken. Mijn mokkenverslaving loopt spuigaten uit. Het is vreselijk. Hier zijn de mokken dus maar 6 euro vaak. Nou, ik vind dat echt een goed prijsje. En heb je ook van die grote mokken. Helaas zag ik hier geen kerstmokken meer. Ik moet zeggen dat ik ook erg laat ben gegaan naar de TK Maxx. Dus mocht jij echt goede kerstmokken willen, wees er dan gewoon op tijd bij. Want op is op. Toen ik bij de kassa stond, zag ik nog wel wat kerstmokken. Dus die zie je hier nu ook. Maar ja, de leukste waren al wel weg. Ik moet zeggen dat ik dus eerder in het seizoen ook al ben geweest en al heel veel mokken heb meegenomen. Oeps. Christmas
Kerstspecial Shop With Me. Heel erg benieuwd wat jij ervan vond. Ik vond dus dat er helaas wel wat dingen kapot waren of gewoon niet compleet. Er waren al wel wat dingen in de sale, dus dat is ook echt een aanrader om, nou ja, een week voor kerst even naar de TK Maxx te gaan om te kijken of er dus al wat dingen in de sale zijn. Want dan moeten ze er gewoon van af. Maar voor de rest vond ik er wel weer wat leuke dingen tussen zitten. Maar je moet er gewoon echt op tijd bij zijn. Dus ik raad je aan als je er echt, ja, de pareltjes eruit wil vissen om echt eerder in het seizoen dus erheen te gaan. Mocht ik geen video meer in dit jaar uploaden, 2022, dan wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie support. Ik ben natuurlijk in september weer begonnen met YouTube. Ik had het enorm gemist. En ja, het gaat gewoon eigenlijk heel erg goed met mij, met YouTube. En ik ben gewoon heel erg blij dat jullie nog steeds naar mij kijken. Of misschien nieuw naar me kijken. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. 2023 ga ik afstuderen, dus het is allemaal helemaal spannend. Het wordt eigenlijk een heel nieuw jaar, een nieuwe fase. Ik ga straks werken en ik neem jullie gewoon gezellig mee in dat proces. Ik wens jullie echt enorm fijne kerstdagen. Geniet er lekker van en alvast een heel mooi en gezond 2023. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot misschien in 2023 weer. Doei doei!